vieren vanavond. U wordt nu de echo. Als je twee samen hebt, blijft er geen hamer op. Nee. We hebben in de tuin hebben een hekje staan. Dat is normaal gesproken voor de kippen, waar de kippen mogen komen. Welk hekje? Hij brengt het gewoon onder ze boven. Ja, hij is echt om, hoor. Maar ja, dat pakken we wel. Ja, het is ook wel komisch, hè. Ja. Hij is op steun bij jou wel. Ja, ja, meteen net al, hè. Toen ik in... Hij niet, ja. Sorry. Nee. Mooi, blij. Ja. Nou, dat zeg ik ook. Ik doe wat nodig en met hem, maar... Zou je nog eten? Nee. Ja, dat doet hij. Ja, ik doe het ook nog wel eens. Weet je ze allemaal nog? Zo ja. Die andere put ook, hè? Ja. Oh, hij stort zich op kool. Giselle met Pip. Ja. En Bloem. Ja. En Linda met Groen. Ja. Mensen, eventjes voor degenen die niet op de informatiemiddag zijn geweest. Laat je hond. Niet vlak voordat je les gaat lopen eten, zorg dat er tenminste anderhalf uur tussen zit. En leer jezelf dat thuis ook aan. Laat je hond dan eerst uit en geef hem dan pas eten. Maar pas eten als hij rustig is. Vooral als hij hard gerend heeft. Vanwege de maagtorsie, hè? Dus zorg dat je daarop let. En dan nog even één ding. Vraag even na bij je verzekering. Bij je aansprakelijkheidsverzekering. Als er wat gebeurt hier op het veld, en het is gelukkig nog nooit gebeurd, de hondenschool is niet aansprakelijk, dus vraag het even. En dan nog één regel. De les begint om 10:00. Dus tussen 9:45 en 10:00 gaan we een puppy hier het terras op. En dan zal het de ene keer wat vroeger zijn dan de andere keer, de andere keer weer wat later. Maar zodra de hondjes los zijn op het puppyterras en jij bent te laat, dan kan je onder de niet meer meespelen. Als ik dan die deur open doe, dan ben ik altijd zo kwijt. Dus zijn ze al los op het puppyterras, dan helaas moet je overklaan. Ja? En dat was het. Oh ja, ik zei nee, dat vergeet ik ook nog bij. Ik ben Marga. En dat is Sylvia. En wij gaan jullie de komende 11 weken de oefeningen aanleren. Dat vergeet ik altijd. Ja. En ik ben het Laat het blijven.